Er wordt nu een beetje een beeld gecreëerd alsof er ons een grote medische crisis overkomen is en dat daar de medische zorg niet op ingesteld is, met name de IC-capaciteit niet. Dat klopt echt niet. Iedereen die in het ziekenhuis maar in de buurt van de IC gewerkt heeft, die weet hoe erg het daar is met werkdruk. Die kent de verhalen van de opnamestops, van de patiënten die midden in de nacht met alle toeters en bellen naar een ander ziekenhuis gereden moeten worden. Dit is een probleem dat al heel lang bestaat. En dat is ook ruim een half jaar geleden al besproken bij de Lessons Learned sessies over corona, georganiseerd door het ministerie. Dus u weet dit ook. Dus dat presenteren alsof dat een nieuw probleem is, dat vind ik niet eerlijk. De eerste helft van het verwijt van mevrouw Pauverwey begrijp ik echt niet. Dat bedoelt zij dat het probleem met de IC's al jaren is, of bedoelt zij te zeggen dat het probleem ook in april, maart, april vorig jaar er was? Daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Dat het probleem er al jaren is. Dat er ook 5 jaar geleden al artikelen geschreven werden over dat met grieppatiënten de IC's vol kwamen te liggen.